Hey Chattimers, ik ben Hartwell. Bij deze wens ik iedereen, al mijn fans, mijn familie, vrienden, iedereen een gelukkig nieuwjaar toe. Mijn droom voor 2017 is gewoon heel veel muziek maken, lekker veel reizen en gewoon heel veel plezier in hebben wat ik doe. Dat was onze eigen DJ Hartwell. En hij wens ons een gelukkig nieuwjaar. Cool hè? En de beroemde DJ vertelt ook wat zijn droom voor 2017 is. Wie wens jij een gelukkig nieuwjaar? En wat is jouw droom? Alle kinderen uit mijn klas van de Montessori school. Nou, eigenlijk gewoon mijn hele familie. Mijn familie en Rosalie en Emma en Neeltje. Mijn moeder en mijn oma. Noah. Mijn moeder, mijn vader, Daan, Bart, Sven, Lars en Harm. En mijn opa en mijn oma. Nee, mijn oma. Mijn opa en oma en mijn klas en mijn mama en papa. Stijn. Oma en opa. Joël. Milou, Charlie, Fine, heel mijn familie. Mijn familie. Mijn familie en mijn vrienden. Mijn hele familie. Ik wens alle kindjes in Breda het fantastisch mooie nieuwjaar toe. Oma Julia en opa Leen. Levi. Mijn hele familie. De kerstman. Iedereen, want iedereen heeft wild. Mijn oma, want die is al jaren ziek. Mijn ouders. Mijn moeder. Mijn vader wens ik een gelukkig nieuwjaar, omdat hij er altijd voor mij is geweest. Dankjewel. Mezelf en iedereen. Ik wens alle lieve kinderen van de klokken bij in Ulfhout een heel gelukkig nieuwjaar. Alle kinderen van Nassau. Ik wens alle mensen een gelukkig nieuwjaar, maar speciaal al mijn kleinkinderen. Al mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn dochters, mijn schoonzoon, allemaal. Ik wens echt iedereen een heel gelukkig nieuwjaar. Mijn mama en papa. Mijn vrienden en vriendinnen. Mijn moeder, mijn vader, mijn broertje. Al mijn kinderen en alle kinderen van Prinsenhagen. Ik wens iedereen in 2017 een geweldig en prachtig mooi nieuw en gezond jaar. En iedereen die Chattam heeft gesteund, een hele dikke kus. En wat is je droom voor 2017? Mijn droom in 2017 is dat we in juni een heel mooi feest weg gaan zetten als Chattam 10 jaar bestaat. Dat ik bij Kinderen voor Kinderen kom. Nou, dat weet ik nog niet helemaal, maar ik hoop gewoon dat het leuk gaat worden. Dat iedereen lief is voor elkaar. Beroemd worden. Weet ik nog niet. Dat iedereen blij wordt. Een hond. Dat ik beter kan voetballen en meer over kan pasen. Mijn diploma halen. Dat ik beroemd word. Dat ik bij kerst altijd met mijn familie ben. Dat iedereen een gelukkig nieuwjaar hebt. Als het een leuk jaar wordt. Dat ik een heel fijn leven krijg. Ik wens mijn beste vriendin Andrea een gewenst en gelukkig nieuwjaar. En ik hoop dat 2017 een heel gelukkig jaar mag worden. Mijn droom voor 2017 is dat iedereen heel erg gelukkig en gezond het jaar door mag komen. Een hele goede voetballer worden. Beroemd worden. Dat mijn ouders weer bij elkaar gaan wonen. Ik heb echt geen idee. Dan die al heel ziek is. Beter voor de natuur gaan zorgen. Dat mijn familieleden niet meer ziek worden, maar natuurlijk ook iedereen. Heel goed zijn voor alle dieren natuurlijk en dat iedereen in de wereld zijn geluk mag vinden. Dat iedereen gezond blijft. Een hele fijne tijd voor de klas. Dat iedereen slaagt en naar VWO gaat. Nou, dat alle mensen gelukkig mogen zijn en dat de oorlogen maar eens voorbij moeten zijn, vind ik. Dat we allemaal goed en gezond blijven en dat de wereld beter wordt. De gezondheid voor iedereen en geen oorlog meer. Dat iedereen gelukkig is. Dat iedereen gelukkig is. Heel verliefd in Breda. Dat er niet zo lelijk tegen elkaar gedaan wordt. Dat er niet zoveel ruzie is. En dat alle kinderen heel gelukkig zijn. Dit was weer een superleuke uitzending van Chattam TV. En ook de laatste van dit jaar. Happy Chattime, veel plezier!